Dus en toen kwam ik dat excellentie tegen. Nou, dat was echt mijn ding. Het was ook overkoepelend thema Meet the Future. Nou, alles wat innovatie zegt, dat triggert mij heel erg. Dus. Voor mij is het persoonlijk gewoon dat ik denk dat het een hele goede aanvulling voor mijn cv is. Het creatieve denken, zeg maar. Dus niet dat je het echt moet maken, dus met je handen, maar gewoon het hele proces en naar oplossingen zoeken, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Nieuwe uitdagingen naast mijn studie, naast het reguliere programma wil ik wat motivatie uit iets anders halen. En ik kon mijn studie er ook nog wel naast doen en ja, als het te combineren is, ja, dat is prachtig om, jezelf daarmee ook weer te verbazen natuurlijk. Eigenlijk twee dingen. Vooral dat het heel erg leuk is. Je leert mensen kennen wat altijd heel erg leuk is. Bijvoorbeeld, dit is heel erg multidisciplinair. Doe je met andere studies, leer je nieuwe mensen kennen. En dan zie je eigenlijk wel wat de verschillen daartussen zijn tussen werkwijze. En dat je ook echt iets uit te leggen hebt. En dat je ook echt wat geleerd hebt. En dan kun je dan toepassen. Ja, dat is ook geweldig om te zien natuurlijk. Dat je echt die groei bij jezelf zo kan zien. Omdat je merkt dat gewoon een heleboel mensen een communicatieopleiding doen. Dus je moet je wel kunnen onderscheiden. Terwijl eigenlijk dan mis je het leukste gedeelte. Namelijk de kennis die je ermee opdoet en de mensen die je mee leert kennen. Zou het iets voor jou zijn, zo'n programma, zoals je het nu omschrijft? Nee, ja, ik heb mijn handen vol aan de vakken die ik nu al heb en mijn werk. Dus, en mijn huishouden. Dus nee. Ik zou het wel heel gaaf vinden hoor, maar dat zit er niet in voor mij. Een beetje de aanstekelijkheid van succes. Als je zo'n programma hebt gedaan en je hebt iets cools neergezet, dan krijg je dan heel erg de neiging om weer het volgende toffe ding te gaan doen. Ja, als er echt ook mensen bij zitten die ook even gemotiveerd zijn. Interessante opdrachtgevers. Je moet nieuwsgierig zijn dat je heel erg breed om je heen kijkt. Heel veel nieuwe mensen leert kennen. En heel veel mogelijkheden ziet. En pas als je ook nieuwsgierig bent, kom je achter het feit dat dit soort programma's bestaan. Want als je dat bestaan al niet eens op zoek gaat, dan deel je er natuurlijk ook nooit aan mee. Verbreding. Omdat het multidisciplinair is. Het is met allemaal andere studies bij elkaar. Dan kan je niet heel erg diep op je eigen studie ingaan. Je merkt dat er twee typen studenten aan meedoen. Er is één groep die heel erg intrinsiek gemotiveerd is. En je hebt een tweede groep. En dat zijn toch de wat meer extrinsiek gemotiveerde studenten. Die zeggen, ik kom hier erg om dat papiertje te halen. Vind het belangrijk voor mijn cv. Ja, altijd ambitieus inderdaad. Altijd het beste uit jezelf willen halen. Ondernemend ook wel. Je moet er zelf voor gaan. En je moet niet verwachten dat anderen jouw eindstreep gaan aanreiken. Maar wat ik denk dat het belangrijkste is dat je vooral heel erg veel energie hebt. En ook lef. Ja, het is een hele positieve vibe die daar heerst. Iedereen gaat ergens voor. Je hebt hier nu een aantal kaarten in je hand, hè? Kan je er eens eentje uitkiezen die voor jou het meest van toepassing is? Ja. Meer geld verdienen, dat vind ik ook belangrijk. Dat klinkt misschien heel stom. Maar de dingen die ik doe, vind ik heel leuk. Daar wil ik ook excellent in zijn. Meer omdat de stof me heel erg boeit. Maar geld boeit me ook heel erg. Het zijn wel heel erg vooroordelen ook weer over het programma. Ja, jezelf opnieuw uitvinden telkens weer. Dus omdat we natuurlijk in een creatieve industrie gaan werken. En dan moet je wel vernieuwend zijn. Ik vind uitdaging heel belangrijk. Dus ik heb vroeger altijd gezegd, ga heel veel geld verdienen. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat dat echt niet het belangrijkste is. Ik heb toch voor netwerk gekozen. Omdat ik denk dat je bij het excellentieprogramma echt met mensen uit het vak kan netwerken. Twijfel? Ja, deze hangen een beetje samen. Dan mag je er twee kiezen. Dus ervaring en toekomstperspectief. Want als ze in de toekomst zien dat je hier ervaring mee hebt gehad, dan is dat een pre. Dus. Uitvinden waar je goed in bent. Zoals ik net al een paar keer heb laten zien, die verbazing. Dus dat ik, alles is eigenlijk een oriëntatie. En dan vind je weer het nieuws. Het is verbreding, dus allemaal nieuwe materie. Ja, het is ook allemaal één grote zoektocht. Ja, ik vind nieuwsgierig wel een hele belangrijke, want daar haal je ook de meeste energie uit als je denkt van hé, wat is dat en daar wil ik meer van weten. En betere kansen typeert voor mij deelnemers aan het studium excellentie die hebben betere kansen. Niet omdat dat een extra aanvulling is op het cv, maar ook vooral omdat het mensen beter maakt. Heren, in hoeverre draagt nou het programma bij aan jullie persoonlijke groei? Nee, het zet het vooral aan. Ik denk dat vooral het programma en de coaches en iedereen die daaraan deelneemt, dat is een hele bepaalde prikkel, waardoor je zelf gaat reflecteren naar jezelf en hoe jij daar beter van wil worden. Heel diep. Ik ben Farzana. Ik ben Elspeth Francisca. Ik ben Ruby Teunis. Ik ben Ilona Grin. Ik ben Vincent Smit. Nou, ik ben Roos Willemsen. Mijn naam is Seth van Wijk. Ik ben Jesse. Mijn naam is Aram Goudsmit.